Welkom bij Allemaal Almelo deze week. We praten u bij over grote en kleine gebeurtenissen en evenementen in Almelo. De Almeloze Havendagen. Het was zo gezellig, maar dit jaar gaat het niet door. De voorzitter van de Havendagen, Martijn Holkamp, legt uit waarom. Ja, helaas moeten de boten vanaf dit jaar geld betalen voor het liggen in de haven. En vooral het varend erfgoed heeft daar nogal problemen mee. In het begin was het zo, dan konden we ze een hele week gratis lichtgeld bieden. En dat kwam ook vanuit de gemeente uit. En vanaf vorig jaar is het lichtgeld een belastingverordening geworden. En vorig jaar was een uitzondering. En mochten ze nog wel gratis liggen tijdens de havendagen. Maar dit jaar is het helemaal voorbij en zouden ze lichtgeld moeten gaan betalen. En over hoeveel geld praten we dan? Een euro per meter per nacht. Nou, en voor een mooie grote boot van 15 à 20 meter, ja, dan kan dat best in de papieren lopen. Daar komt nog toeristenbelasting bij. En was dat niet te overleggen geweest met de gemeente? Nou, we zijn inmiddels met de gemeente in overleg. Maar dat, een overleg met de gemeente is een langer traject. En we hebben hele goede gesprekken gevoerd. Alleen jammer dat het pas vorige week rond was. Volgend jaar gaan we zeker door. Net zoals ik net al zei, we hebben met de gemeente ontzettend goede afspraken gemaakt. Alleen het is nu een beetje kort dag om die boten hier nog naartoe te krijgen. Normaal beginnen we in oktober, november, beginnen we al met de schippers uit te nodigen en contact met de schippers te leggen. Want die plannen een hele route van een aantal maanden. En daar hoort Almelo dan ook bij. Ja, en daar zijn we nou gewoon te laat mee. Ik wens u veel succes. Ja, dankjewel. Deze week was een spannende week voor veel middelbare schoolleerlingen. De examenuitslag kwam binnen. Voor sommigen slecht nieuws omdat ze gezakt zijn of een herkansing moeten maken. Maar ook velen zijn geslaagd. Voor die leerlingen is er de jaarlijkse graduation party. Op het terras van de oude sociëteit wordt gevierd dat iedereen geslaagd is en wordt gedeeld wat de vervolgopleiding gaat worden. Almelo hoopt mede met de graduation party dat de herinnering aan Almelo goed blijft. Het feest wordt gesponsord door het bedrijfsleven en het hoopt dat de studenten na hun studies weer terugkomen naar Almelo om hier in het bedrijfsleven aan de slag te gaan. Hij doet veel rolletjes in die hebben verdiend. Hartstikke goed. Ze zeggen wel eens, een diploma is een bewijs van wat je hebt gedaan, niet van het geld. En dat was dan weer een grapje, of het was heel naïef dat men het niet meer wist. En dat is dan weer de schrik die je overkomt, maar dan blijkt het mee te vallen. En dan veel mogelijkheden om een hele leuke baan te vinden in de toekomst. En ik denk dat deze graduation party ook laat zien hoe belangrijk wij vinden dat talenten zoals jullie aan deze regio gebonden blijven, aan Almelo gebonden blijven. En het bedrijfsleven, die hier ook rondloopt, die wil ook graag met jullie daarover in gesprek gaan. Een driemaal, hè? De Slingerbeurs is bedoeld om vrijwilligersorganisaties, verenigingen en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Maar dan vooral door middel van uitwisseling van praktische zaken en werkkracht. Toen we hersteld waren van de verschrikkelijke hitte een vrijdagmiddag, toen hebben we de knopen geteld en toen kwamen we aan 139 matches. Vorig jaar hadden we 102 matches, dus als je dat dan in procenten uitdrukt, dan kom je aan een hele mooie stijging. Daar zouden bedrijven heel jaloers op zijn. Dus als je al die matches in een commerciële omgeving zou moeten plaatsen en je zou er een factuur voor ontvangen, dan zou je €121.150 zou je kwijt zijn als je het zou moeten kopen. Vorig jaar hadden we €102.000, zaten we iets boven de ton. En vorig jaar kon je duidelijk merken dat dat toch wel lastig was, dat men in wat moeilijker vaarwater zat. En ook daar kun je dus merken dat er meer optimisme is en ook meer bereidheid om te zeggen van ja, nu pakken we het weer aan, we hebben ruimte, we gaan het doen. Er zijn ook matches bij die je niet op elk moment uit kunt voeren. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren wat vorig jaar gespeeld heeft, dat een bepaalde tuinaanleg, dat ga je niet in december doen, hè, want dat heeft helemaal geen zin. Er zijn bepaalde matches echt wel tijdgebonden. Waar wel op gecontroleerd wordt,
vanuit de slinger is of een match dus nog werkelijk leeft. Of die onderweg is en of daar nog iets mee gebeurt. En als ik dat terugzie over afgelopen jaar, 2014, zijn er van de 102 matches, zijn er 12 geweest die niet gerealiseerd zijn. Dus dat is maar eigenlijk een heel klein stukje. Als je de meest snelle methode kiest en naar mijn idee nog steeds de beste manier om relaties met elkaar aan te knopen, dan moet je gewoon een afspraak maken. En dan moet je zeggen van jongens, kan ik even bij de slinger komen praten over mijn dromen en een kop koffie meenemen? En laten we daar nou eens over doorpolderen. Kunnen jullie iets voor ons doen? Ja. Dat werkt veel effectiever. Ik geloof in alle digitale wondermiddelen die we ondertussen hebben, maar je moet elkaar aankijken en dan weet je ook wat je echt voor elkaar kunt doen. Ja. Alles waar je van droomt, of je wensen of je verlangens, kom daarmee bij de slinger. Het is niet alleen die slingerbeurs, maar je kunt het hele jaar door, kun je met dat soort verhalen, kun je bij de slinger terecht. We hebben na deze slingerbeurs, hebben we bijvoorbeeld nog 10 of 11 aanbiedingen liggen, waar we nog niet eens vragen bij hebben. Al bijna 70 jaar is Preston in Engeland de contactstad van Almelo. 4 kunstenaars uit die plaats gingen samen met Almeloze kunstenaars aan de slag en maakten een grote betonnen bank met een mozaïek. Die bank die komt in het Schelvorspark te staan. Gastinterviewer Meta Meijer ondervraagt de 4 Engelse kunstenaressen. Well, what is your impression of Almelo for the first time? Absolutely fabulous. And the people are wonderful. So friendly. Yeah. And we loved the space, and we loved last night where we were in the square and everybody just enjoying each other's company. Ger Wolsing, je hebt 4 dames aan het werk uit Preston. Ja. En hoe komt dat zo? Door een uitwisseling heet dat project tussen Preston en Almelo met de bank. En die maken we samen. En die komt in het Schelvorspark. Ik heb er al 200 uur in zitten. En nu wordt de voorkant gemaakt door de kunstenaars uit Brussel. Ja, maar ze blijven maar 2 dagen, dus ze kunnen niet zoveel doen. Dus wij doen het meeste, maar het zijn wel hun ontwerpen die er ook op staan. Is er nog tijd over voor de mensen uit Engeland om iets van Almelo te bekijken? Ja, we gaan sightseeing. Nu gaan we nog naar het Schelvorspark, kijken waar de bank staat. En daarna gaan we nog naar het kasteel. En zondag gaan we naar de Biennale in Enschede. Dus dat wordt wel leuk. Well, we have incorporated many images that are known in Preston and people who come from Preston. We have the Wallace and Gromit, which is Nick Park, who actually came from Preston. And we have our palette for the artist. We have Arkwright, who designed a spinning Jenny, because we are twinned with Almelo because of the textiles in the first place. That's right. We have our football, we have our cotton reel for the textiles. And we have a river running through, which goes through onto your side, the Almelo side, because you have much water as well. Yes, we had Tom Finney as well. Yes, he was very well known. And Preston has just become very good and got into the next league up. Okay. A week ago. And we are all very pleased. Afgelopen zondag was de opening van het zomerseizoen in het Beeklustpark. De Almeloze muziekvereniging De Eendracht trad op samen met de band New Style. Een kleine samenvatting. As far as my eyes can see. There are shadows approaching. Thank you.
Eendracht treedt volgende week bij de Midzomernachtsconcert op bij het koetshuis De Noordengraaf in Harderbrinkhoek. Zaterdag 20 juni vanaf 19:30. Ook het ensemble van Het Symfonieorkest was in het park voor een miniconcert, waar ze met klassieke invloeden onder meer een stuk van Sting speelden, Englishman in New York. Zondag 14 juni is er weer heel iets anders in het Beekhuispark. Van 14:30 tot 17:00 het 24e Blaaskapellenfestival. Regeren is vooruitzien. Dat moet ook gedacht zijn bij de aanleg van de burgemeester Snijders-Singel. De veiligheid staat voorop, overstikplaatsen voor fietsers zijn goed geregeld. Maar als je dan oversteekt, waar ga je dan eigenlijk naartoe? Fietsen die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind, zichzelf een weg baant. Ten slotte nemen we u nog even verder mee op de fiets door Almelo. Tot zover het Allemaal Almelo weekoverzicht. Terugkijken kan op de website www.avisie.nl. Volgende week vrijdag vanaf 19:30 is er weer een nieuw weekjournaal. Tot dan!
Ben jij een aanpakker, een voor elkaar krijger, een voortouwnemer? Heb je de drive om iets te veranderen? Dan is ProDemos op zoek naar jou. Wij zoeken mensen die niet blijven morren over de politiek, maar actie ondernemen, een plan bedenken en het uitvoeren. Een aanjager die zich belangeloos inzet voor onze samenleving en daarmee iets bereikt. De meesterburger. Ben jij of ken jij de meesterburger van Nederland? Meld je dan aan en win de ProDemos prijs 2015.